een aantal koren. Het ene koor repeteert 's maandags. Dat zijn 70 koorleden hebben die. Dat is een groot koor. Verder hebben we daar de Japanse vechtsport. Ook nog. Maar ook boogschieten. Dus van zingen tot aan vechten, tot aan boogschieten, dat gebeurt allemaal in plus die ruimte. Plus het orkest repeteert hier 's maandags en dinsdagsavonds. Dus de leestafel. En hier hebben we dus taalcafé. Voor alle mensen die de Nederlandse taal willen leren spreken. Sociaal-cultureel centrum De Lege Polder is toe aan vernieuwing. Het dorpshuis waar inwoners elkaar ontmoeten en de deur voor iedereen openstaat, heeft vooral meer ruimte nodig. Een soort transitiefase zitten we nu in, van het traditionele dorpshuis naar een netwerk dorpshuis. Dat betekent dat wij proactief samenwerking zoeken met culturele instellingen, maatschappelijke instellingen, om te kijken hoe kunnen we elkaar versterken, wat kunnen we voor elkaar betekenen, zodat dit huis van verbinding, wat wij willen dat het is, dat ook vorm gaat krijgen. Input van de gebruikers zelf is juist ook iets wat het huis in de toekomst nog meer wil stimuleren. Dus niet meer reactief afwachten van, kunnen wij een zaal verhuren, is de vraag, maar ook proactief zelf ons versterken, ons doel verbinden. Dan hebben we nog, zien we de ambitie van de gemeente Beuningen ook. Die willen groeien naar 30.000 inwoners, wat automatisch ook meer vraag zal genereren. De gemeente heeft besloten dat er een nieuw gebouw komt voor De Lege Polder. Eerst moet de juiste locatie gekozen worden en er volgt uiteraard een bouwplan. Even wachten nog, maar het bestuur van het dorpshuis kan eigenlijk niet wachten om zowel de bezoekers als het team te verblijden met een nieuw, fris gebouw. Ik gun het de bezoekers hier, ik gun het potentiële. Als je A zegt, dan ga je ervoor. Ik gun het de mensen.